De directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, Daniela Feira, is nog steeds nauw betrokken in de strijd tegen COVID-19. Onze nieuwsdienst sprak haar gisteren voor aanvang van de Raad van Ministersvergadering. Feira maakt deel uit van het beleidsteam dat valt onder vicepresident Ronnie Brunswijk en verder bemenst is met de ministers van regionale ontwikkeling, volksgezondheid en buitenlandse zaken. Dit team adviseert president Chandrika Prasad Santokhi rechtstreeks. Feira is ervan overtuigd dat Suriname de epidemie kan beheersen. Wij zeggen dat men geluisterd heeft en nu moeten mensen meer en meer gaan leren om te leven met COVID. We hebben de eerste maanden heel veel informatie gegeven over het virus. Wat is het? Wat moeten we doen? Instructies. En nu zijn we in een andere fase beland in de crisis waarbij we gaan leren hoe om te gaan day-to-day met COVID. Het nieuwe normaal waarover we altijd praten. Dat moet meer gestalte krijgen, maar het gaat niet zonder condities. Je moet weten hoe je ermee om moet gaan. Het is een vanzelfsprekendheid om afstand te bewaren, om niet geen grote crowds te hebben, niet te veel mensen op elkaar. En dat gaat niet 1, 2, 3. Dus dat gedragsverandering, dat moet nu plaatsvinden en daar gaan we meer aandacht aan besteden met elkaar. Het is niet iets dat alleen de overheid doet, de overheid geeft impulsen. Maar wij als samenleving moeten ook ons steentje bijdragen, op elkaar letten. En niet vergeten dat deze maatregelen bestaan alleen maar om onszelf in deze periode veilig te houden. De rol van het Directoraat Nationale Veiligheid blijft hetzelfde, benadrukt Feira. DNV blijft monitoren, controleren en adviseren. Onze rol is en blijft hetzelfde. We blijven monitoren, we blijven coördineren. We geven advies, gevraagd en ongevraagd. We geven waarschuwende geluiden. We maken scenario's over wat kan gebeuren als we iets doen en als we iets niet doen. Dus we blijven die rol vervullen. Wij zeggen dat we in de afgelopen maanden policy hebben geschreven, dus beleid hebben gemaakt terwijl we gaan. Het was een unicum voor Suriname, voor de wereld, maar voor Suriname zeker. Een crisis op dit niveau te kunnen beheersen. En we hebben ervan geleerd en we leren nog steeds. Daniela Feira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, tegenover onze nieuwsdienst. We spraken haar gisteren voor aanvang van de Raad van Ministersvergadering.